Goedenavond, we zijn hier in Nieuwegein bij het BOVAG-jaarcongres voor de onafhankelijke autobedrijven. Waar alles aan de orde komt waar individuele bedrijven mee te maken hebben. Van telematica tot online sales en natuurlijk training en opleidingen. En natuurlijk de winnaar van het autobedrijf van het jaar. De Chicago Valentijn. We staan hier met Adrie Valentijn, de winnaar van het onafhankelijk autobedrijf van het jaar 2019. En Adrie, kun jij vertellen van hoe voel je nu de legitieme vraag? Heel trots. Ja. Niet verwacht. Ja. Nee. Waar ben je het meest trots op? Ja, eigenlijk op mijn personeel. En ja. We hebben het toch met z'n allen samen gedaan. Ja. Ja, heel veel inspanning, maar we willen altijd het beste zijn overal in. Hoe lang heb je het bedrijf al? Ik ben 2011 begonnen. Oké. Als één-pitter. Als één-pitter ben je begonnen? Oh, wow. Ja. En wat is het geheim? Hoe ben je zo een goed bedrijf geworden? Eigenlijk inbeelden in de klant. Ja. Gewoon met de klant meedenken. We kennen ook alle klanten persoonlijk en we hebben veel raakvlakken. En die proberen ook te behouden natuurlijk. Wat ga je nu doen om ook zo op zijn minst zo goed te blijven of nog beter te worden? Ja, nog beter te worden. Ik denk gewoon blijven doen waar je goed in bent. Ja. En gewoon zo doorzetten. En wat is nou het eerste wat je morgenochtend gaat doen? Nou, eerst ik denk een keer lekker genieten van uitslapen. Dit was Automotive in Nieuwegein op het jaarcongres van de BOVAG onafhankelijke autobedrijven. Voor nog veel meer nieuws kijk naar ons YouTube kanaal en lees natuurlijk alles op onze website.